na te denken over de vraag, hebben wij voldoende waardering, voldoende aandacht voor topsport en topsporttalenten hier in deze regio? We moeten competente jeugdtrainers aantrekken, met een visie werken, met een doel werken, weten waar je naartoe gaat. We moeten sport meer serieus gaan nemen, we moeten meer werk maken van de integratie van sport op scholen. Maar die talenten die worden niet A, herkend, en B, we erkennen ze niet, en C, we helpen ze niet met ontwikkelen. De oranje trein met nummer 8 komt er wel doorheen. Stan Godrie uit Sundert. Stan Godrie is de enige Nederlander die een beetje kan volgen in een wedstrijd die gedomineerd werd door de Fransen. Clément van Turini was met afstand de sterkste bij de junioren. Godrie komt binnen op een verdienstelijke 10e plek en hij ziet nog net. Dat houdt in dat we uiteraard talenten de mogelijkheid geven om zich verder te bekwamen en te specialiseren door middel van extra trainingen. Want wij geloven erin dat als we de regio willen versterken, dat met name ook het kader moeten opleiden. Dus nog breder ook de verenigingen daarin te betrekken, waardoor talenten ook zeg maar beter opgevoed worden in de cultuur als topsport. Ik kom van Driehaven. Ik heb eerst dus gewoon een middelbare school gevolgd. Toen kwam ik in de problemen met mijn sport. Ik kon dat niet goed meer combineren. Ik was laat uit van school. Dus mijn school kon ik gewoon volgen, maar vervolgens moest ik thuis mijn huiswerk maken en door naar mijn training, waardoor ik geen tijd had om gewoon te rusten, wat wel heel belangrijk is. Dat kreeg ik niet voor elkaar. Vaak hebben de mensen het idee dat het een spelletje is. Nee, het is gewoon verschrikkelijk keihard werken. Omdat je moet in een beperkte tijd, in een beperkte, kleinere tijd als de rest van je leeftijdsgenoten, moet je gewoon beide dingen voor elkaar maken.